We kijken ook of er geen sprake is van bijkomende problemen die aan de ene kant het stellen van de diagnose in de weg zouden kunnen staan, of het behandelrendement in de weg zouden kunnen staan. Dus het kan ook zo zijn dat kinderen bijvoorbeeld een probleem hebben als ADHD, wat nog onvoldoende onder controle is, waardoor het kind zich heel moeilijk kan concentreren en daardoor ook onvoldoende zou kunnen profiteren van een behandeling.